De boiler is het meest vertrouwde warmwaterapparaat in de Nederlandse huishoudens. Inventum is al bijna 100 jaar innovatief en gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van verschillende soorten warmte- en warmwaterapparatuur. Het hart van de boiler wordt gemaakt van zeer hoogwaardig koper. Met enorme precisie verloopt het dieptrekken van de koperen kom. Gecontroleerde mechanische energie die tot op de laatste gram vacuümtrekkracht nauwkeurig is berekend. De producten van Inventum hebben door de toepassing van hoogwaardige materialen een ongeëvenaarde kwaliteit en zijn vrijwel ongevoelig voor storingen. Iedere fase van het proces is in eigen huis ontwikkeld en met behulp van specialisten op de werkvloer geperfectioneerd. Het productieproces is op alle niveaus beschreven en gecertificeerd. Inventum voldoet moeiteloos aan de normeringen van NEN ISO 9001-2000, KEMA, CBEC en VAUDE. Deze lasrobot leest de lasrand van iedere boiler apart en stuurt daarmee direct het lasproces. Niet voor niets kiezen vooraanstaande cv-ketelfabrikanten al sinds jaar en dag voor Inventum als producent van hun halffabrikaten. De volgende stap in het kwaliteitsproces is het afpersen van de boiler, waarmee het las- en soldeerwerk onder hoge druk wordt getest. Vervolgens gaat de mantel eromheen en kan het geheel worden gepoederkoot. In dit milieuvriendelijke afwerkproces gaan geen grondstoffen verloren, omdat het teveel aan poeder wordt afgezogen en hergebruikt. Het afvullen met isolatieschuim is een uniek proces dat de door Inventum geleverde boilers onderscheidt van vele andere. Volmaakte perfectie tot in alle details. Na een volledige eindcontrole waarbij de boiler nogmaals wordt getest, gaat het product naar de klant. De toekomst is voor Inventum de grootste inspiratiebron bij het ontwikkelen van nieuwe producten. De zonneboilersystemen, warmtepompen en warmtepompboilers zijn sprekende voorbeelden van de vernieuwende kracht. De warmtepomp is één van de belangrijkste innovaties die Inventum heeft ontwikkeld. Een ingenieus systeem dat gebruik maakt van warmte uit de aarde. De pomp kan niet alleen verwarmen, maar ook koelen. Research and development is één van de speerpunten binnen Inventum. Hier krijgen nieuwe ontwikkelingen vorm en wordt intensief nagedacht over nieuwe producten en zorgvuldig omgaan met energie. Alle producten worden in eigen huis bedacht, ontwikkeld en geproduceerd. Dat geldt dus ook voor de warmtepomp. Deze hoogwaardige technologie wordt door Inventum volledig handmatig in eigen huis geassembleerd en gecontroleerd. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Door dit zorgvuldige proces kan de pomp jarenlang fluisterstil zijn werk doen en met gebruik van warmte uit de aarde zeer voordelig warmte, warm water en koeling voor huishoudelijk gebruik produceren. Iedere individuele warmtepomp wordt in een nagebootste gebruikssituatie uitgebreid getest en voorzien van een eigen serienummer. De gegevens worden opgeslagen en zijn altijd te raadplegen. De warmtepomp is modulair opgebouwd en daarom eenvoudig te installeren.
Opleiding en training is voor Inventum nadrukkelijk onderdeel van de dienstverlening. Installateurs en monteurs die de producten afnemen en daarmee in de dagelijkse praktijk werken, worden door Inventum intensief getraind en bijgeschoold. Inventum heeft het kwaliteitskeur warmtepompen voor verwarmen, warm tapwater en koeling. Om de aarde als energiebron te kunnen gebruiken, kan gekozen worden uit twee soorten bronnen. De open bron en de gesloten bron. De open bron wordt toegepast wanneer bijvoorbeeld een hele wijk wordt voorzien van warmtepompen. In dat systeem wordt grondwater opgepompt en via een warmtewisselaar geleid om energie uit te wisselen. We zien hier hoe een gesloten bron wordt geboord. Deze wordt meestal toegepast bij individuele woningen. De boorgaten zijn ongeveer 50 meter diep. Afhankelijk van de energiebehoeften worden meerdere gaten geboord. Na het boren worden slangen tot de geboorde diepte ingebracht en daarna gekoppeld. Uiteindelijk gaat er één slang voor de aanvoer en één slang voor de retour naar de woning om op de warmtepomp te worden aangesloten. Hier in Zutphen wordt deze wijk voorzien van comfortabele warmte uit de aarde. In totaal worden er 200 woningen aangesloten op een individuele warmtepomp. Centraal in de voorziening staat dit gebouw, waar een belangrijk deel van het proces zich afspeelt. PAM en Inventum hebben zich gezamenlijk ingespannen om dit ambitieuze project mogelijk te maken. Met succes! Het opgepompte grondwater wordt hier door warmtewisselaars geleid. En de energie wordt overgedragen op het water dat de wijk ingaat naar de individuele woningen. In deze wijk zijn vier verschillende opstellingen van de warmtepomp toegepast. Afhankelijk van de mogelijkheden van de woning en de technische voorzieningen is tijdens het ontwerp voor één van de modellen gekozen. In een buitenkast, met als bijkomend voordeel dat onderhoud en service eenvoudig te regelen is omdat de monteur niet in de woning hoeft te zijn, onder de trap, op zolder of in de bijkeuken. Inventum blijft verder zoeken naar alternatieve energiebronnen. Het oplossen van wereldwijde klimaatproblemen begint voor Inventum in de eigen woning. De overheid zal in de toekomst steeds strengere eisen gaan stellen. De EPC-eis is een aanzet hiertoe. Gelukkig is Inventum er altijd in geslaagd om voor de normering uit te lopen. Kiezen voor de producten van Inventum betekent daarom een keuze voor de toekomst. Een leefbare toekomst, een milieuvriendelijke toekomst, een duurzame toekomst en een comfortabele toekomst.